Hoi! Hoe gaat het? Mijn naam is William Pieter Turf. Maar zeg maar, Billy. Ik hoop dat jullie veel plezier beleven met... Stel je daar maar niet te veel van voor. Want als het aan mij ligt, dan zal die turf nog raar opkijken. Hoe noemen wij de inwoners van Moskou? Moskouers, meneer. Moskouers, zeg. Moskouers, nee eend, Moskowieten. Ik zat er toch dichtbij. Vertel op, wat is de afstand tot de maan? In millimeters precies? Juist, ja. Maar dan ook heel precies. Tweemaal zover als de helft. Tjonge. Heette de vroegere heerser van Rusland? De tsaar. Ja. En zijn vrouw? Tsarina. Heel goed. En hun kinderen? Kinderen? Mm-hmm. Sardientjes. Tje. Betekent PTT. Wat dat een tai tai. No. Wat is het kanaal? Erg nat, meneer. Wat is dan een Vlaamse gaai? Een papegaai die Vlaams spreekt. Je bent lui. Je bent door en door onbetrouwbaar. Je kunt niet leren. Je bent een leugenaar en een nietsnut. Nou, wat heb je daarop te zeggen? Tja, niemand is volmaakt. Internaat Dennenheuvel, waar ijverige opvoeders trachten om opgroeiende jongelui tot heren te vormen. Een zeer strenge school, waar de directeur met ijzeren hand regeert. Maar wat zie ik daar? Het valt schijnbaar toch nog wel mee. Het lijkt wel lui lekkerland. Bediening! Thank you.
Er wordt van nu af aan niet meer gewaarschuwd. Ik eis dat jullie beter opletten, anders wel er straffen. Tummelen, turf! Turf! Wat zullen we nou krijgen? Wel voor de drommel. Turf! Wat voer jij daaruit? Wie? Ik? Ja, jij. Zit jij te dromen tijdens mijn les? Ja, meneer. Ja, meneer, zeg. Nou, nog mooier. Hij geeft het nog toe ook. En wat droomde jij dan wel? Hm? Ik droomde dat ik later net zo knap zou worden als u. Nou ja, dat is een loffelijk streven. Ofschoon, in dit geval moet je maar van mij aannemen dat dromen bedrog zijn. Om zo knap te worden als mij heb je hersens nodig. En die heb ik tot nu toe bij jou niet kunnen ontdekken, jammer genoeg. Apropos, er is een schrijver van de gemeente gekomen. In verband met de aanhoudende droogte mag er geen druppel water meer verspild worden. Is dat duidelijk? Uitstekend, meneer. Dan drink ik wel limonade. Ja, eten en drinken kan je goed. Maar hier. Je opstel Nederlands. Afschuwelijk. Hoe krijgt een mens zo'n onzin bij elkaar? Vertel op. Een kwestie van schrijven, meneer. Je smoesjes zijn uit de kunst. Maar al deze jongens werken ijverig aan hun toekomst. Maar jij? Jij denkt alleen maar aan eten. En liefst in zo groot mogelijk hoeveelheden. Tja. Misschien kan ik later een patatkraam beginnen. Je zou binnen een week failliet zijn. Want je zou je eigen handel opeten. Enfin, verder. Ik heb een verrassing voor jullie. Ja, daar kijken jullie van op, hè? Morgen ga ik vissen. Ik geef jullie een proefwerkje en wie dat het beste maakt, mag morgen met mij mee. Nou, wat zeggen jullie daarvan? Goed, hè? Mij niet gezien. Zei jij iets, Turf? Ik zei, dat is mooi gezien. Een berengoed idee voor u. Dat dacht ik ook. Schriften op tafel. Kom ik daar nou vanaf? Wacht, ik heb het. Slimme Billy. Soms sta ik verbaasd van mezelf. Allemaal klaar? Gerrit, zit niet op je nagels te bijten. Eerste vraag. Wie heeft Amerika ontdekt? Het is nogal simpel. Dat is Karel de Grote. Maar ik zet lekker Columbus. Stel je voor dat ik win, moet ik met die bananenneus op stap. Hoeveel is een gros? Iedereen weet dat dat 12 is. Maar ik zet 144. Wat is het meervoud van ei? Stomme vraag. Dat is eien. Als ik nou eieren zet, dan zit ik hartstikke fout. De hoofdstad van Finland? Vinger omlaag, het is proefwerk. Hebben jullie dat? De hoofdstad van Canada. Wat doe jij hier, jongeman? Ik heb straf, meneer. Waarom? Ik wist niet waar de Pyreneeën lagen. Slordig, jongeman. Zeer slordig. Berg je rommel in het vervolg beter op, hm? Jongeman,
Kom eens even hier. Kom eens even hier. Breng deze banden naar meneer Kwel. Hij is op zijn kamer. Hop. En nu een lekker kopje koffie. En een stukje taart. Het is de hoogste tijd, meneer. Ik moet nu naar mijn klas. Toedeloe. Die je miste snorkel. Ah, Mr. Kwel, komt u binnen. Sit down, please, sit down. En wat kan ik voor u doen? Mij vertellen wie u gestuurd heeft om die boeken te brengen. Dat was Turf. Natuurlijk. Hoezo? Iets misgegaan? Something wrong, Mr. Kwel? Dacht ik het niet. Als Turf iets doet, gaat het altijd fout. Ik heb door zijn toedoen bijna mijn neus gebroken. Oh, ik voel het nog. By the way, pijn. Mijn linkerknie doet erg zeer. Weet u daar soms raad op? Ah! Oh, dat is ouderdom. Slijtage. Nonsens. Ik voel me zo fit als een hondje. En trouwens, mijn rechterknie is precies even oud en daar mankeert niets aan. Tje, misschien is het dan reumatiek. En wat doe je daaraan? Als je reumatiek hebt, dan neem je een kattenvel. Shocking zeg. Daar zou ik geen hap van door mijn keel kunnen krijgen. Dat kattenvel moet je om je knie doen, niet opeten. Maar zou die kat het dan wel goed vinden? Laat het maar vergeten. Wat u moet doen is sport bedrijven. Mijn leeftijd? Ja, sporten kun je op elke leeftijd. Zou je denken? Ja, natuurlijk. Laat dat maar aan mij over. Morgen vroeg gaan wij aan de slag. Stoppen, Kwel! Stoppen! Hé, hey, hoor je me dan niet? Stoppen, Kwel! Stoppen! Wat heb ik aan een paar goede knieën? Als ik een hartinfarct krijg. Ik vind dat u het uitstekend doet. Ja, maar het is wel erg vermoeiend. Nou, hoort u mij klagen? Vooruit, we gaan weer aan de slag. Hop! Uitkijken. We krijgen nou een steile helling met onderaan een mooie bocht. Met volle water af. Joepie! Kwel! Kwel! Niet zo hard! Ben je gek? Kwel! Kwel! Oh, hey! Ah.
blijft u zitten waar u zit, directeur. Ik kom eraan. Zo. Ja. Nou. Ja, ja, komt u maar. Ja, zo. Ja, goed zo. Ja. Ah. Hé, hey, wat doet u nou? In elk geval niet meer op die rotfiets kruipen. Nou goed, dan gaan we zwemmen. Zwemmen is uitstekend voor de knieën. Zwemmen? Ja. Ik ben toch niet levensmoe? Ik verzuip als een baksteen. Oh, niet met kwal in de buurt. Nou, vooruit, kom. Kom, kom nou. Kom. Ik voel er anders niet veel voor. Nonsens. Er kan u niets gebeuren. Ik hou u aan dit touw vast. Maar als je maar weet dat ik geen slag kan zwemmen. Geen problemen. Ik ben expert. Zwemmen is een kwestie van adem. Maar hoe doe je dat als je onder water zit? Altijd vol grapjes, hè? Vooruit nou, het water in. Ja, vooruit. 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 Gaat u gaan. Wel een beetje koud, hè? Oh, doorzetten, doorzetten. Is helemaal niet diep, hè? Ja, nee, dat had hij gedacht. Komt u maar mee. Rustig blijven. Rustig, rustig. Ja, u leert het al. En nu naar achteren. Ja, naar achteren. Ja, mooi. Ah, prima, meneer de directeur. U zwemt al bijna net zo goed als een kikker. Hij gaat heel goed, hè, meneer. Lek wel. Help! 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 Wat deed u nou? Wie, ik? Nou, nog mooier. Ik zal jou eens wat vertellen, kwel. Met een pijnlijke knie valt best nog wel te leven. Maar met jou als trainer is het gedaan. Nou, kom op, directeur. Kom op, morgen gaan we gewicht heffen. Huh? Daar kan absoluut niets bij gebeuren. Gewicht heffen. Nu volgt de eerste oefening. Opgelet. Kijk, ga je gang. 1, 2, hup. Nog een keer proberen. Probeer maar. En hup. Nee. Kijk, goed. Vastpakken, even uit laten hangen en strekken en optrekken. En optrekken en strekken. Ja, knieën omhoog. Hoog, hoger, hoog, hoog, hoger, hoger, strek. Naar de mat. Mooi zo. En nu een oefening voor de buikspieren. Kijk. 1. En 2. En 1. En 2. Gaat uw gang.
Moet je goed vastzetten. Vooruit maar. Ja. En één. Doorgaan, vooruit. Doorgaan, goed. En twee, drie. En vier. En vijf. En omhoog. En terug. En omhoog. En terug. En omhoog. En stop. Word je nou niet moe van het telkmaal? Oh, nee. Mijn knieën zijn in perfecte conditie. De rest ook. Geestelijk en lichamelijk topfit. Bij Jovenkwal, als nieuw. Jij bent een genie. Dat weet ik, maar bescheidenheid siert de mens. Ha, heerlijk. Ik voel me als herboren. Ik voel me of ik weer werken kan verzetten. Weet je wat? Ik zal het gewicht eens even omhoog slingeren. Oh, nee. Doet u dat nou niet? Oh, jij bent een pessimist. Ja, maar doe nou. Oh, het is in mijn rug geschoten. Kwal, doe iets. Ik heb u gewaarschuwd. Mijn hele rug ligt in puin. Ja, maar uw knieën zijn beter. Je bent een prutser. Oh, goeiedag. Toedeloe, meneer de directeur. Toedeloe. Te geloven. Billy heeft het beste proefwerk gemaakt. Wat vervelend. Nou, moet ik hem meenemen? Of zou ik... Nee, Kwel. Sportief blijven. Beloofd is beloofd. Ja, wat? Ja, binnen. Lectori, salute. Van jou komend klinkt dat niet slecht. Ik moet je geluk wensen. Mij? Jij hebt het beste proefwerk gemaakt. Ik? Hoe kan dat? Tja, dat vroeg ik me nou ook al af. Enfin, morgenmiddag gaan wij samen vissen. Jij zorgt wel voor proviant, hè? Proviant? Dat kan leuk worden. Wij samen vissen. Komt in orde, meneer. Komt dik in orde. Zij die vissen gaan, groeten u. Poedum, poedum, daarbij die waterkant. Daarbij die waterkant. Met een beetje geluk kan het best een aardig uitje worden. Billy heeft toch ook zijn goede eigenschappen? Alhoewel... Ik kan er geen noemen. Wat heb jij allemaal voor bagage meegenomen? Een hapje voor onderweg. Huh? We gaan anders niet naar de Noordpool. Kom aan. Good hunting, fellows. Doe je best, Kwel. Ik lust wel een lekker visje. Ja, dank u. Ja. Zeg, wijf meneer de directeur nou eens even goeiedag. Ja, tot straks, ja. Doedeloe. Dag. Moest je nou die koffer voor mijn voeten zetten? Kom, naar de auto. Ik wist het wel. Met turf erbij moet het misgaan.
Meneer Kwel. Je verjaagt de vissen met je geklets. Ik heb nog geen woord gezegd. Maar dat is al te veel. Meneer Kwel. Wat nou weer? Dacht u van een hapje? Huh? Nu al? We zitten hier nauwelijks. Ik heb al zo'n honger. Vooruit, ga je gang maar. Dat heeft er goed voor elkaar. Lekker hè, meneer? Samen vissen. En het smaakt me weer uitstekend. Boterham. Een dubbele graag. Spijt me, meneer. Alles is op. Huh? Wat? Heel die koffer leeg? Geen nood. Turf, ik zit. Even een omelet à la turf maken. Ja, dat zal wel. Als jij iets doet, dan vallen de meeste slachtoffers. Kijk jij maar uit. Dan had ik niet veel te doen. Ik legde iedere dag een ei en zondags was ik vrij. Poem, 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 poem. Ja, wij turfs, betere koks bestaan er niet op de hele wereld. Dit wordt weer grote klasse. Als je me maar niet vergiftigt. Geen nood, een omelet van turf, daar ging nog nooit iemand van dood. Ah! Turf, stomme idioot die je bent. Ik? Ik deed niks. U ging op mijn pan zitten. Huh? Alweer onschuldig veroordeeld. Turf, je bent een spijker aan mijn doodskist. Niet zo somber. Griebeltjes. Wacht maar tot u mijn omelet proeft. Huh? Kijk eens. Het ziet er niet gek uit. Ja, geef hem maar eens een vork. Smaakt goed ook. Turf, in de wagen ligt een flesje bier. Ga dat eens even voor me halen. Ja. Waar ligt het? Op de achterbank. Komt voor elkaar. Thank you.
vrij en heerlijk koel. Billy Turf, wil je me een plezier doen? Een heel groot plezier. U zegt het maar. Wilt u misschien de fles openen? Zou je niet meer in mijn buurt willen komen, want ik sta niet voor mezelf in. Waar heb ik jou in hemelsnaam aan verdiend? Ik ben toch een goed mens? Morgen 3 kilometer veldloop. Griebels. Oh, wat een ellende. Ja, oh, 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 mijn hoofd, oh, mijn hoofd. Oh, ja, Turf, Turf, jij alweer? Pardon, ik dacht dat u Billy Turf was. Billy Turf! Zo, Turf, nou pak ik. Ja. Ja, nou heb ik je. Oh, Turf, Turf, daar zul je maar moeten. Kom nu, ga opzij, man. Kijk, Snoken, je hebt water en je hebt lucht. En daartussen... Maar meneer, u gaat hier toch niet in de weg liggen? Opstaan! Turf! Kom naar beneden! Kom naar beneden! Zal je niks zo gauw naar beneden komen? Nee, hey, lelijke steker! Ik zal je krijgen! Ja, nee, nee, mannetje. Nou ontsnap je me niet meer. Ja, nou heb ik je. Ja. Alles goed, meneer
spijt van krijgen. Iedereen is tegen mij. Shocking, Turf. Shocking. Die arme Mr. Kwel. Hij had wel dood kunnen zijn. Kijk hem daar nou eens zitten. Een puinhoop van menselijke ellende. 6 weken in het gips. En dat ben jij schuld, William Pieter Turf. Jij alleen. Het was een misverstand, meneer. Een misverstand of niet? 3 dagen poetscorvée en zonder avondeten naar bed. Wat? Zonder avondeten naar bed? Ja. Dan kunt u me beter meteen doodschieten, meneer. Geen commentaar, Turf, hè? Geen commentaar. Ja, maar... Verdwijn. Verdwijn. En Kwel, tevreden zal ik zeggen, hè? Kom op, jongens, ja, anders zijn we te laat voor de thee. Tuurlijk, hoi, Billy. We zullen een taartje extra voor je eten, hoor. Ja. Heer, rustig, rustig een beetje. Gedraag jullie toch. Dag, meneer. Daarbij die molen, die mooie molen, daar woont de jongen. Daarbij die molen, die mooie molen, en het Limburgs landschap waar ik geboren ben. Bam, 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 bam. Daarbij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als jij eens wordt. Man. Zo, Mina. Is dit een huwelijksaanzoek? Gut, nee, meneer. Ik heb wel een vrijer. Zo, 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 zo. Dan heb ik pech gehad, hè? Gossie, meneer. U maakt me verlegen. Jammer. Apropos, alle gekheid op een stokje. Ik moet eens met jou praten over Billy Turf. Wat heeft hij nou weer uitgevreten? Hij heeft straf. 3 dagen moet hij naar bed zonder avondeten. En u is geloofd dat amme nooit niet. Hij zal wel motten. Hij zal wel moeten. Dan sluipt hij vast en zeker naar mijn keuken als iedereen ligt te pitten. Zo denk ik er ook precies over, hè. En jij denkt dus ook dat hij vannacht de ijskast komt plunderen? Daar kan u gif op nemen. Mooi. Hebben we een kleine verrassing voor hem. Heb jij muizenvallen in huis, Mina? Wel zeker. 10 stuk. Prachtig. Vanavond, voor je naar bed gaat, zet je die overal in de keuken neer. Dat is een knap idee. Dan zal die veelvraat zich te pokken schrikken. Jee. Recept voor pannenkoek speciaal. Ingrediënten, beslag, aardbeien, slagroom. Moorkoppen. Ingrediënten, bladerdeeg, slagroom, kersen en chocoladesaus. En ik hier maar liggen rammelen van de honger. Griebeltjes, wat is het leven hard voor mij. Zo. Mm-hmm.
Hallo, hallo. Je kwel? Hallo. Hallo, hallo. Mina, hoor je me? Hallo. Ja hoor, moet u nou alweer? Checking, checking. Wie moet er een checkie hebben? Nee, ik bedoel alleen maar controle. Is alles in orde? Ja, prima, in orde. Alle muizen vallen staander. Laat de intercom aanstaan, dan kan ik horen wat er gebeurt, snap je? Ja, maar dat moet u zelf weten hoor, maar ik ga naar mijn nest, want mijn voeten vallen er haast af. Sweet dreams. Wat moet u? Zoete dromen. Ach mens, ik ben er blij als ik er geen nachtmerries van krijg. Hallo, kwel. Zal ik dat ding nog maar even verstoppen dan? Goed zo. Griebeltjes, wat heb ik een honger? Ik moet wat te pikken hebben. Muis in de val. Die stomme Mina met een muizenval. Zo, Turf. Slaapwandelen? Ho. Au! Oh!
Zelfs in zijn slaap eet hij. Wat doet hij nou? Vriend. Je water voor zijn bed. Als hij dan weer gaat slaapwandelen, dan stapt hij erin, is hij meteen weer wakker. Hé, hey, ik neem zijn waskom. Dan hoef ik tenminste niet ver te lopen. Zo. Handig van me. Nu ga ik naar de keuken. Een glaasje melk vatten, want daar slaap ik zo lekker van. Mijn bril. Voor een ander valt er zelf in. Vorige week heb ik 3 maal in de roos gegooid. Was er zeker niemand bij. Moet jij morgen. Hey, moet jij soms een klap voor je kiezen hebben? Zo, jongens.
Amuseren jullie nogal? Ja, meneer, het is heel leuk. Weet u, we zijn aan het paaltjes gooien. Oh, ja, zo. Hé. Hey. Zeg, wisten jullie dat ik vroeger dorpskampioen ben geweest? Oh. Ja, dat zal ik je laten zien. Geef me maar eens zo'n ding. Alsjeblieft. Ja. Nou, turf, ga maar vast in dekking. U heeft iets geraakt. Ja, maar niet het doel. Wie van jullie vlegels heeft me dat pijltje gegooid? Vooruit, vertel op. Wat? U? U heeft dat gedaan? Is dat werkelijk waar? Mag ik u dan verzoeken even op mijn kantoor te komen? Het is niet te geloven. Hij is wel kwaad, hè? Wilt u mijn mening horen? Drie dagen corvée en zonder avondeten naar bed. Die weet ik wel. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, dan pluk ik jou tulpen uit Amsterdam. Als ik weer kom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. Hallo, Kokkie. Je zingt als een nachtegaal. Zo, ben je daar? Heb je de gang gedweild? Blinkt als een spiegel. Nou heb ik zeker wel een taartje verdiend. Als je maar met je tengels vanaf blijft. Altijd dat geduvel. Steken ze zijn poot uit, moeten ze meteen wat hebben. Trouwens, je hebt corvée. Zo, ik ga maar weer eens. Moet ik wel zijn auto nog poetsen? Ja, hoepel maar op. Zo, Turre, wat doe jij hier, hè? Nou? Zo net de gang gedweild, meneer. Goed zo, mijn jongen. Doorgaan, hè? Iets goeds doen. Even gaan brokken maken. Hé, ik heb een lekker band.
platter kan u niet. Ik fix hem wel even. Ja, nou haal het reservewiel maar. Zeg, kijk uit, zeg. Straks ligt mijn tweede voet ook in het gips. De bliksem slaat nooit tweemaal op dezelfde plaats in. Nou, ga jij maar poetsen. Dit is mannenwerk. En bovendien is het voor mij ook veel veiliger. Gedaan. U hebt ook altijd wat. Eens kijken. Nee. Dan maar even optillen. Ik weet. Het is waar. Dat heb je weer knap geleverd, Turf. Nou is mijn goede voet ook naar de maan. Nog, ik zit in een klein hoekje, meneer. Heb jij gisteravond die voetbalwedstrijd gezien? Ah joh, er was geen bal aan. Maar ik vond hem goed. Ah, jij hebt geen verstand van voetballen. Lukt het een beetje, meneer? Dank je, jongeman. Zet daar maar neer. Ga jij maar op je plaats zitten. Die arme kwel, hij is nog niet zo goed ter been. Zeg jij dat keurig? Nee, de 100 meter horde, die zie ik hem voorlopig nog niet winnen. Hé, Karel, zit niet zo te kakelen. Vertel me maar eens, wie heeft Willem van Oranje vermoord? Dinges. Dinges? Wie Dinges? Dinges. Floris de Vijfde. Hoe haalt hij het allemaal bij elkaar? Wie heeft het wel gedaan? Jij, Willy? Ik? Nee, ik niet. Ik was toen nog niet eens geboren. Ik krijg ook overal de schuld van. Waarom heb ik toch altijd zulke uilskuikens in mijn klas? Is u dat ook opgevallen? Gelukkig dat ik en u uitzonderingen zijn. Hij is een uitzondering. Goed uitzondering. Noem eens drie beroemde mannen uit de Gouden Eeuw. Albert Heijn, Simon de Wit en de Gruiter. Staat u van te kijken. Goeie, hè? Piet Heijn, Jan de Wit en Michiel de Gruiter. De Ruiter. Correct, meneer. Een hele goeie van u. Karel, noem jij eens drie beroemde schilders uit de 17e eeuw. En kom niet met dinges aanzetten. Rembrandt, Jan Steen en Paulus Potter. Uitstekend. Turf, noem enkele moderne schilders. Piet Casco. Piet Casco, Piet Casco. Picasso zul je bedoelen. Ga verder. Karel Appel en hoe heet die andere snurker nou? Gerrit-Jan Flapper. Gerrit-Jan Flapper? Gerrit-Jan Flapper? Maar dat is toch helemaal geen schilder? Kom nou. Zeker weten. Heeft vorige maand ons hele huis nog geschilderd. Een hartstikke vierkliederaar. Waaraan heb ik jou verdiend? U bent nu eenmaal een geluksvogel. Een geluksvogel? Zeg dat wel. En nou even iets anders. De volgende week zijn er weer de sportdagen.
En ik wil dat iedereen van jullie meedoet. En onze klas moet nou eens goed tevoorschijn komen. En omdat jullie vanmiddag vrij zijn, wordt er getraind. Van 2 tot 5. Is dat duidelijk? Hm? En de middagthee dan, meneer? Die vervalt. Trainen is belangrijker. Jij daar, niet in je neus. Waar heb jij je eigenlijk voor opgegeven? Boogschieten, meneer. Een sport voor heren. Dus geknipt voor mij. En je wordt er niet moe van, hè? Turfsteker. Bijkomend voordeeltje, meneer. Die middag heerst er een weldadige rust in en om het internaat. De leerlingen zijn op de sportvelden en meneer Kwel besluit eens heerlijk te genieten van een milde zonnetje. Kokkie heeft een theetafel in de tuin verzorgd. Alles lijkt pais en vrede. Meester Snorkel, verwoed aanhanger van de hengelsport, probeert een argeloos visje te verschalken. En de directeur dwaalt door de tuin en geniet eveneens van de zeldzame rust. Hallo, Snorkel. Bijten ze nogal? Ach, valt wel tegen. Ah, geduld is een schone zaak, hè? Ja, ja. Hallo, Mr. Kwel. Beetje zonne. Doet een mens goed. Ja, directeur. Lekker weertje, hè? Indeed, Mr. Kwel. Doedoedoe. Prettige wandeling, meneer. Een heerlijke dag. Maar of het zo blijft... De heer William Pieter Turf heeft, na een overvloedig genoten theeuurtje, besloten in de tuin te gaan oefenen. Dat spaart alweer een wandelingetje naar de sportvelden uit. Wandelen kost energie en energie verbruikt Turf aan de maaltijden en talrijke tussendoortjes. Niet aan nutteloze bewegingen. Zeg nou zelf, waarom zou je je moe maken? Dat is iets voor domkoppen of protserige spierenbundelopbouwers. Nee, geef hem maar een taartje of een appeltje. Dat gaat er ook nog wel in. Ziezo, en nu aan het werk. Wat Willem Tell kan... Dat kan ene Turf toch zeker ook? Ah, al die muggen. Tje, dat is zeker door een vogeltje gepikt. Zo, en nu even snel vuur op alle drie de doelen. Dat je het niet opzettelijk gedaan hebt, maar de rubberboot van meneer Snorkel ligt op de bodem van de vijver. En meneer Kwel heeft een shock. Terrible. Terrible. En ik? Au! Kan minstens een week lang niet zitten.
Ja, Billy. Je weet het. Een week lang corvée. En? En zonder avondeten naar bed. Right. Het leven is hard, meneer. Straf moet er zijn. Hoi Billy. Hoi Jossie, kom jij vandaan? Een paar dagen logeren bij oom directeur en meteen zijn de poppen weer aan dansen. Hoezo? Weer een uitvinding van kwal gepikt, net als verleden jaar. Nee, ze hebben Kareltje ontvoerd. Kareltje ontvoerd? Ga weg. Wat moeten ze nou met Kareltje? Met Kareltje niks. Ze doen het voor het losgeld. 25.000 gulden vragen ze. 25.000 gulden? Doe maar, alsof je een emmer leeg gooit. Maar hoe weet jij dat allemaal? Ik was bij oom toen de brief met eisen kwam. Oom heeft Kareltjes vader gesproken en die heeft het geld laten brengen. Nu komt een van de kidnappers het ophalen. En dat gaat zomaar? Oom heeft moeten beloven de politie niet te waarschuwen. Hij kan dus niets doen. Maar wij wel. En of? Hoe pakken we het aan? Kom maar mee. Het zal die kerel zijn die het geld komt ophalen. Kom. Als ik dit schroefje wegneem, loopt de verf eruit en kunnen we gemakkelijk het spoor volgen. Heeft die kwiebes niet in de gaten. Slim muisje. Ga jij kijken en waarschuw me als die komt. Billy, erachteraan. Ja. Klaar? Hé, hey, wacht even. Is ze gedaan ook om me niet te volgen? Spoor is goed te volgen, hè, Bill? Ja, prima.
Kom op. Zeg, Blinky, heb je nou niks beters te doen dan zo'n kinderblaadje lezen, jongen? Man, er staan hartstikke spannende verhalen in. Ah. Jazeker. Hoi, die Duik. Hallo. En? Zie je zo. Het is voor elkaar, je hè? Meent het niet. 25.000 ja. Piek. Hm? Ja, zeg. Waarom ben jij niet bij dat joch? Oh, die loopt niet weg. Nou, ik zou toch maar even gaan kijken. Ja, oké. Okay. Wanneer laten we hem eigenlijk lopen? Oh, over een uurtje of zo. Ja, kijk, ze moeten niet in de gaten hebben dat we ze vlakbij in de buurt zitten. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Klopt, ja. Hij zegt, goed voor jou. 25.000 smakkers, papver. Hier, even wat te lezen. En wat nu? Erop af. Doe dat hier? Duik, kom eens! Wat is dat? Kom op, erop af! Geef Kareltje aan wegwezen! Kom zo eend, omschieten! Kom eruit!
zijn we kwijt. Ah, oh, geef niks. We hebben de centen nog toch te pakken. Man, laat toch lopen. Hey, hier, ze heeft de centen. Verdraaid, vlug, draag dan aan. Schiet erop, anders halen we er nooit in. Hier met dat geld. Nou, geef op dat geld.
Kom op. Komt er nog wat van? Allee. Oh. Kom jij maar eens hier, klein rotjochie. Oh. Gebleven. Oh, die is al naar het internaat gelift. Daar moesten we ook maar eens naartoe gaan. Maar een eentje verderop is een poffertjeskraam. Als jij nou eens trakteerde. 10% vindersloon, hè? Dan kunnen we de hele kraam van kopen. Als dat zou kunnen. Kom, we gaan. Pak aan. Mooie dreun. Ja, wij turven zijn vredelievende mensen, maar ze moeten ons niet hinderen als we naar de poffertjeskraam gaan. En zo is dat.